Vanmiddag schijnt in een groot deel van het land de zon nog, maar we zien wel in het noordwesten veel bewolking. En die bewolking die schuift langzaam maar zeker verder het land in en daar krijgen we dus vanavond en vannacht mee te maken. De temperatuur die haalt nog wel overal tot onder het vriespunt. Het gaat vanavond licht vriezen. Daarbij waait een zwakke wind uit het noorden. In het oosten zien we de laagste temperaturen, want daar blijven de opklaringen het langst. Vannacht kan het kwik uiteindelijk dalen naar zo'n min 3 aan zee tot min 7 dieper landinwaarts. Heel misschien dat aan het eind van de nacht en in de vroege ochtend in het westen ook nog een vlokje sneeuw valt. Morgen zijn er meer wolkenvelden, schijnt af en toe de zon en ligt de temperatuur in de middag tussen de 1 en de 4 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Vrijdag kan er in de loop van de dag wat lichte sneeuw vallen en zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zondag is het dan weer wisselvallig. De temperaturen die gaan geleidelijk aan omhoog. Overdag wordt het een graad of 5 en in de nachten vriest het nog licht. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.